Hoi allemaal en welkom bij deze video. Een soort van ups en down ding. Dit is nog de navolging of het vervolg van mijn vakantievlog. Dus bij deze veel plezier met kijken. Nee, Sammy. Jij mag kijken. Sammy, kom eens. Nee. Van Sam. Dan mag jij ook kijken. Gefeliciteerd, Sam. Blijf zitten, Sam. Nee, blijf zitten. Het is voor jou. Dan mag jij in. Ik heb mijn titelen. Schatje, niks aan de hand, je broer doet alleen helpen. Jij hebben deze mag papa hebben. Ja, Jordi. Ja, je mag zo weer je foto kijken. Een hele goede middag. Het gaat een stuk beter met Jordi. En ik durf hem zelfs in beeld te brengen. Hé Jordi. Hij heeft nog regelmatig een bloedlip. Hij heeft nog een paar kleine plekjes in zijn mond. Maar het voelt allemaal een stuk beter. Dus het gaat echt een stuk beter. Hij is nu op Tosti aan het eten. We zijn aan het wachten. We hebben Sam ook al opgehaald. Want die is vandaag naar schooltje geweest.
En Liam, die is nu ook op school en we moeten nog even een kwartier wachten, dus ik had Tossie meegenomen. Dus is lekker Tossie happen. Lekker! Hi! Nee? Hey, goedemorgen. Kan ik even oh yes horen? Want Jordi is naar school. De zorg die momenteel voor Jordi nodig is, kan de school gewoon aan. Het is een keer de lippen in smeren die nog wat kapot zijn. Dat soort dingen. Oh, ik ben net naar de winkel geweest. Ik heb deze keukenpapier gehaald, want die rollen zijn hier echt niet aan het slepen. Maar goed, dus ik dacht, laat ik die pakken. Kijk of dat werkt. Jordi, natuurlijk wel nog heel veel buikpijn, want die botox is gewoon uitgewerkt. En dat merken we nu. Ook dat zit er weer aan te komen. Maar voor nu, laten we even gelukkig zijn met het feit dat hij naar school is. Dat hij geen koorts heeft. Dat hij, ja, hij snot het wel, maar hij snot het altijd. Dat hij blij is. Dat hij gelukkig is. Dat hij vandaag in ieder geval gezond naar school gaat. Oh yes. Laten we daar even blij mee zijn. Dus ja. Eind goed, al goed zou je denken, zou je zeggen. Dus ja. Liam is ook naar school. Ik ben hier alleen met Sammy. En Sammy zit hier. Ja. En ik heb de afgelopen dagen ook helemaal niet de behoefte gehad om te filmen, om te vloggen of wat dan ook. En dat was eigenlijk wel even lekker. Dus ja, wat. Serieus, ga je nou maar alles gooien? Dus ja, ik ga zo even fruit maken voor deze etter. En ja, dan gaan we wel zien hoe het loopt vandaag. Ik moet in ieder geval om 12 uur Liam ophalen. Ik moet nog was aanzetten. Ik moet nog opruimen, vaatwassen doen, et cetera. Dus ik heb gewoon wat dingetjes nog te doen. Maar ik doe het wel rustig aan. Want de afgelopen weken waren vrij intensief, kan ik je melden. Ik had kindersurprise gegeven aan deze lekkere stuk. Met zijn mond onder de chocolade. Is ook nog lekker aan het genieten van een eitje. Er zat een paashaasje in. Ja, die vind je leuk, hè? Vind je leuk, hè? Hij vindt er niks aan. Hij vindt chocolade lekker. Ja. Lekker, hè? Dus dat. Nou lag ze hem toch te slapen. Dacht, laat ik dat maar even doen. Moet je happen. Hij gebruikt netjes een bakje om het chocolaatje in te leggen als je hem even niet vasthoudt. Dus dat doet hij heel goed. Dus ja, ik ga hem even zijn mond houden. Ik zeg het niet snel, maar wat heerlijk om weer een normaal ritme in te gaan. We hebben Jordi opgehaald. Dus dat betekent ook dat vanavond alle kindjes gewoon lekker op tijd naar bed gaan. En lekker, als het goed is, op tijd slapen. Hoop ik. Want afgelopen nacht heeft Sam nog zitten klooien en Jordi hebben we gisteravond nog moeten helpen. Dus dat. Iedereen drinken gegeven. En nu mag het even ontspannen zijn. Ik heb net voor het eerst iedereen een tablet gegeven. Dus Liam heeft ervoor gekozen om hem niet te gebruiken. Die is hier lekker aan het spelen. Dus lekker heen laten doen. Een goede morgen. Ik heb er alweer een ochtend op zitten hoor. Jordi is naar school, Liam is naar school. Ik heb alweer was aan staan. Ik ben naar de winkel geweest. Het regent.
Vandaag eten we frietjes, lekker makkelijk. Niet te moeilijk. Morgen is Niels thuis. En dan heeft Liam een hele belangrijke dag. Want die heeft onderzoek bij Kentalis. Dus we gaan zien hoe dat is. Sam zit lekker fruit te eten onder het genot van Bing. Lekker. Moet hij vooral doen. Dat was het eigenlijk. Weet je wat trouwens hier in huis op dit moment een hele grote hit is? Zowel bij Liam als bij Sam. Jordi, die is nog niet. Die vindt het wel interessant, maar die is nog niet zo. Deze. Die haal ik bij de Action. En die veranderen van kleur. Liam blijft daarmee uren in bed liggen. Dus ik heb ook even reserve nog gehaald. Ik denk als ik reserve heb, dan heb ik in ieder geval het in zoverre in kannen en kruiken. Dat als er eentje kapot gaat, dat ik altijd een nieuwe heb. Ja, slim. Ik ben heel slim. Dat. Ik heb eigenlijk niet veel meer te melden. Om 12 uur moet ik Liam weer ophalen. En om 2 uur Jordi weer. En morgen is Niels zijn beurt om iedereen naar school te brengen. En ik doe dan wel Sam ophalen, maar Jordi haalt Niels op. Hallo. Het is inmiddels alweer de volgende dag. Ja. Ik heb keelontsteking. Jee. Ik voel me eigenlijk verder gewoon prima, maar ik heb gewoon keelontsteking. Dat is gewoon niet grappig. Ik heb de hele tijd snoepjes in, omdat het gewoon echt... Ik ben niet chic, maar het is gewoon... dat. Maar goed. Wat is dat? Niels is met Liam nu naar Kentalis toe voor dat onderzoek. Ze zijn ongeveer halverwege nu. Ik heb even gedoucht. Want moet ik ook Sam weer ophalen. Dat heb ik dus de hele tijd. Maar goed. Ik wou nog even laten zien wat Sam voor zijn verjaardag had gehad. Heb ik volgens mij nog niet zo goed laten zien. Deze brandweerwagen. Hier zit ook een tankje in waar je water in kan doen en alles. En deze brandweerwagen heeft hij gekregen voor zijn verjaardag. Liam zit erin, Sam zit erin. Dat is hetzelfde met die dingen die Liam voor zijn verjaardag heeft gehad. Daar speelt Sam ook gewoon mee. En ja, daar ligt nog was. Ik doe het momenteel rustig aan, want ik wil niet zieker dan ziek worden. Dus ik doe het gewoon even rustig aan. Weet je wat het is? Ik kan mijn eigen nu helemaal gek maken en van alles doen. Maar ik heb nu keelontsteking. En dat zegt ook genoeg dat mijn lijf gewoon rust nodig heeft. Dus ik doe het gewoon relaxed, rustig aan. Ik moet zo dadelijk Sam ophalen. En dat is het eigenlijk wel. En dat is wat ik moet doen. Dus dat gaan we ook doen. Dadelijk. Ik heb haaruitval. Dus dat, ik doe het gewoon relaxed, rustig aan. Jullie glijden, hè? Hey. Dat mag niet. Lief zijn voor je broertje.
Niels is eventjes met de kinderen naar de speeltuin geweest. Ik ben nog eventjes naar de huisarts geweest, omdat ik allemaal witte plekjes in mijn keel heb. Gewoon even voor de zekerheid, eventjes laten checken, want het voelt gewoon echt niet goed. Ik heb waarschijnlijk hetzelfde virus als wat Jordi had. En ze zei tegen mij, mama's mogen ook ziek zijn, dus ga lekker liggen op de bank. Kunnen mama's ziek zijn? Ze moest ook lachen toen ze het zei, dus ja. Gelukkig geen antibiotica nodig. Ik ben ook gewoon echt voor de zekerheid gegaan. Omdat als ik zieker en zieker zou worden, kan ik de zorg niet voor de kinderen doen. Niet de bedoeling. Dus vandaar. Dus we doen het gewoon een tandje rustiger. Ik heb het eten aanstaan. Ik heb ragout gemaakt. Met rijst eten we dat. En wat groente heb ik erbij gebakken. Ik ben echt zwaar beroerd. Ik heb echt... Oh. Als Jordi dit ook heeft gehad. Ik weet niet hoor, maar je gaat dood. Geloof mama. Ik geloof wel dat hij last heeft gehad. Het is inmiddels alweer de volgende dag, zoals jullie denk ik wel gemerkt hebben. Ik heb momenteel ook echt niet veel puf om te vloggen. Maar goed. Kindje weer naar school. Sam is thuis. Die is nog steeds aan zijn fruitje bezig. En ik heb vanmorgen, als je niet lekker bent, moet je dingen doen die je blij maken. Nou, dit maakt mij blij. Ik heb takken voor paarsen gehaald. En even twee vazen. En ik heb al mijn kussens, de hoezen in de was gedaan. Deze heb ik vandaag nieuw gevonden bij de Groenrijk. Die waren in de aanbieding. En ik vond ze eigenlijk wel heel leuk. En ik hou van kussens op mijn bank. Dus ja... Hè? Dan wanneer we iets leuks zien, halen we het er gewoon bij. Dus dat. Ja. Ik heb hier ook al mijn... mijn paasspullen liggen. Dus dat wordt straks ook allemaal Pasen. En dit wordt Pasen. Maar dat ga ik gewoon in gedeeltes doen. En op mijn gemakje. En wanneer ik er zin in heb. Vandaag eten we, of de kinderen eten poffertjes. En ik en Niels eten lekker tomatensoep met een broodje. Niet veel bijzonders. Ik heb ook tegen Niels gezegd, ik ga niet veel doen. En toen zei hij tegen mij, geef je groot gelijk in mij. Doe gewoon lekker waar je lekker bij voelt en doe gewoon je ding. Dus daar zijn we mee bezig. En voor de rest hang ik gewoon lekker op de bank en doe ik niet zoveel. Nou, mijn Pasen is klaar. Mijn boompje is helemaal versierd. Dus ja, we zijn lekker versierd. Het is niet zo heel bijzonder. Daar heb ik een beetje Pasen gemaakt. Hier heb ik een beetje Pasen gemaakt. En daar heb ik natuurlijk Pasen gemaakt. En dat is mijn Pasen. Meer heb ik echt geen zin. Ik heb hier de hele dag over gedaan. Zo beroerd voel ik me. Terwijl je dit in 10 minuten gedaan kan hebben of zo. Maar goed. Ik ga zo de kindjes even eten geven. En dan... ja. Is het alweer... tijd dat papa bijna thuis komt. En... dat we lekker kunnen relaxen. Tenminste, in zoverre. Ik heb echt... dat. Ook het idee echt dat... Ja, maar komt goed. Komt allemaal goed. Goedemorgen. Wij gaan lekker happen. Lekker allemaal lekker dingetjes. Jam, 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 jam. Wil je een bootje? Lekker, Sam. Dat is een worstenbroodje. En goedemorgen. Ik heb Jordi vanochtend naar school gebracht. Inderdaad, Jordi. Want Liam, die is ziek thuis. Die is vanochtend opgestaan met koorts.
Daar merk je nu niet zo heel veel meer van. Ja, hij is wel rustiger. Dat wel. Maar ja. Dat kan gebeuren. We gaan zien hoe het loopt. Hij is nu een beetje aan het spelen en aan het doen. Sam is een beetje aan het spelen. We zijn even naar de winkel geweest. Want ja, ik moest toch een aantal dingen hebben. En Liam die gaat er altijd wel goed op als hij ziek is. Om heel eventjes frisse neus te halen. En eventjes lekker mee te gaan. Dus dat is goed. Jordi daarentegen nooit. Die gaat daar nooit zo goed op. Maar Liam wel. Hé hey, jongen. En jij hebt net een kastantje op, hè? Ja, oeh. Snot komt. Je zou zeggen dat hij ziek is, maar hij is altijd standaard snotterig. Dus er zal in de toekomst wel een neusamandel, een keelamandel en buisjes komen. Denk ik zo. Oh, kijk uit! Kijk uit! Kijk uit! Nee, je hoeft hem niet weg te trekken. Even huilen. Oh, dank u. Ik zit alweer onder de snot. Kom maar, schatje. En zo kun je merken dat hij niet lekker is. Want hij wil de hele tijd bij mama zijn. Hé, hey, jongen. Ja. Dit is eigenlijk de hele dag nou een beetje het verhaal. Overal waar ik ben, moet hij eigenlijk ook zijn. Dus. Heb je jou gedaan even goed? Waar? Waar? Mama, een kusje opgeven. Auw. Met je. Ja, dat was een beetje ontstoken. Dat heeft mama beter gemaakt. Moet die voet ook gekust worden? Oh ja, tuurlijk. Mama houdt niet zo van voeten kussen. Maar ja, hè? Voor de kindjes maakt ze uitzondering. Niet aan peuteren. Niet. Ja, maar niet aan peuteren. Moet je niet doen. Dus dat. Ik ga verder met mijn snottenkleding. En dan gaan we hem even wassen en zetten. Jij het oude voetje. Het is een beetje ontstoken geweest, zijn voetje. En het is een beetje huidje los aan het laten. En dan zit hij dit aan te peuteren. Dus ik snap wel dat dat oud doet. Je bent niet lekker, hè? Maar hij heeft wel nog zijn streken. Mama drinken maken voor jullie en de was aanzetten. Gaan we dat doen? Ja? Een hele goede morgen. Vanochtend hadden we al een scheidpartij. Jordi had zijn hele bed ondergescheten. Weten we in ieder geval dat hij gepoept heeft vandaag. Yes. Zit ook al in de wasmachine. Maar goed. Het is vandaag weer op Down Syndroom dag. En Jordi heeft dat op zijn eigen manier gevierd dus. Door zichzelf lekker helemaal vol te scheiden. Nou, dat doet hij helemaal goed. Heeft hij helemaal goed gedaan. Maar hoe wij het als gezin verder nog vieren. Niels is inmiddels al weg. Maar die heeft ook twee verschillende sokken aan. Dat is van de Sok Challenge. Wat elk jaar op 21 maart wordt gegeven. En ik heb ook twee verschillende sokken aan. Tada! Het zijn niet de meest kleurrijke sokken, maar ik heb ze wel aan. Dus ja, dat. Nu ga ik even mijn schoenen aandoen, de kindjes klaarmaken en Jordi naar school brengen. Liam is nog steeds niet echt lekker, dus die ga ik nog niet naar school doen. En ja, hun krijgen ook lekker verschillende sokken aan. Jee. Oh, ik ben nog half in slaap. Maar goed, we gaan ze mijn schoenen aandoen en aan de slag. We zitten er allemaal klaar voor. Nu Jordi wegbrengen. Liam is nog steeds niet helemaal lekker. Een beetje koortsig. En jullie gaan nu naar foto's kijken van onze sokken. Liam die ging net op de bank liggen. Het eerste wat hij doet was een dekentje pakken. Doe dat goed. Goed zo. Heerlijk. Daar zit Sammy.
Ik ben al de hele ochtend met ze bezig geweest. Ze heeft fruit alles gehad. Het is nu bijna 10:50 of zo. Ga weg. En dadelijk een keer een broodje eten. En ik kan Sam naar bed. En dan moet ik om 2:00 Jordi weer gaan halen. Dus dat. Kindje leeg op bed. En Liam is aan het roepen. Maar dat maakt niet uit. Ik ben iets kwijt. Joef? Joefie? Was je daar? Nou, meisje. Good morning. Ik heb gisteren mijn keuken helemaal veranderd. Gisteravond. Waarom? Omdat het kon. Ik heb de magnetron op een andere plek gezet. Ik heb alles veranderd. Ik ben ondertussen fruit aan het maken voor Sammy. Ik zal het even laten zien. Dat is het fruit dat ik ga maken voor Sam. Jullie zijn gewend dat ik hier de magnetron heb staan. Nou, daar staat daar niet meer. Ik heb koffie en thee en snijplanken. Die heb ik gisteren gehaald bij de Lidl. Ik zag hem staan en ik denk, oeh, dat is wel makkelijk. Want ik ben altijd aan het vissen naar snijplanken. Dus dat. En dan staat daar mijn magnetron. En ik had deze gisteren voor Liam gekocht, maar hij heeft hem alweer gesloopt. Dus die moet ik even gaan lijmen. En ja, dat is natuurlijk een bende, altijd. Maar goed, hè. Dat is dus nu mijn aanrecht. En ja, ik moet nog opruimen. Maar hé, hey, ik heb de kinderen naar school gebracht. Ik ga nou fruit maken voor Sam. En ik heb de ochtend met Sam gespendeerd voor hem knuffelen en doen. En was aangezet. En ja, dingen die ik moest doen. Dus ja, fruit maken. Dat ga ik doen. Klaar. Voor de mensen die me al langer volgen. De meesten weten dat ik banaan echt boel vind. Kijk eens. Lekker fruitje. Hi. Lekker fruitje eten. Ja, lekker hè? Ja. Hoe lekker. Maar happen. Lekker happen? Nee, happen. Niet terugleggen. Daar. Ja, daar. Papa. Papa. Papa centjes verdienen. Oeh, lekker. Njom. Voor de mensen die mij al langer volgen, die weten dat ik banaan oeh vind. Ik vind het ook echt gewoon vies. Goor. Zie je, ik was nu ook gelijk mijn handen omdat ik banaan heb aangeraakt. Misschien is het wel grappig om jullie daarin mee te nemen. Moment, even dit weggooien. En weet je waarom dat ik banaan vies vind? Ik ruik het nu nog steeds en ik vind het nog steeds vies. Maar goed, en weet je. Vroeger moest je naar de tandarts toe en dan kreeg je fluoride, heette dat. En de tandarts waar wij bij zaten, die had altijd alleen maar bananensmaak. En ik moest dan altijd met zo'n bitje, 2 bitjes in zitten en dan... En dan deed je je best om het niet in je mond te laten komen, maar alleen om je tanden heen. En als je, vooral als je het uit moest spugen. Maar dat was altijd bananensmaak. We hebben al een keer gevraagd van, is er niet een andere smaak als bananensmaak? Nee, die hebben we niet. Die kunnen we ook niet zomaar aankomen. Prima. Nou hoor ik later natuurlijk dat er ook andere smaken waren. Maar goed, hè. Misschien ook maar beter ook. Maar door die smaak ben ik banaan dus gaan afschuwen. Als ik het alleen al schoonmaak, word ik al misselijk van die lucht. Dus ja. Maar omdat ik het niet eet, wil niet zeggen dat een van mijn kinderen het ook niet hoeft te eten. Of dat ze het niet lekker zullen vinden. Want papa's, die, dat is net een orang-outang, die vreet bananen waar je bij staat, zeg maar. Dus ja, wat dat betreft... ze doen maar, als ik hem maar niet hoef te eten. Dus ik heb me eigenlijk erbij neergelegd toen Jordi al geboren was. Alleen Jordi die kan geen banaan eten, want daar loopt hij volledig van vast. Maar ik heb me eigenlijk erbij neergelegd dat mijn kinderen banaan eten.
En dat ze dat ook gewoon lekker vinden. En dat vind ik prima. Dat is helemaal goed. Vind ik ook prima om klaar te maken. Echt geen enkel probleem mee. Ik vind het prima om het ze te geven. Ik vind het prima om het te kopen. Zolang het maar niet in mijn mond hoeft te komen. Ook die bananensnoepjes. Ik ruik ook banaan. En ik word gewoon misselijk. Ik heb mijn handen gewoon gewassen. Hè? Het ruikt niet. Mijn handen ruiken niet meer naar banaan. Maar ik ruik dat. Ik ga ook even drinken halen. Ik kom hiermee mee terug binnen. Woef, woef. Ja, woef, woef. Ja. Is het een paardje? Is het een paardje? Is papa paardje? Ja. Moet ze even drinken pakken uit de schuur. Ben je klaar met paardje spelen? Apen hoor. Hey, goedemorgen. Ik heb vanochtend alle drie de kids naar school gebracht. Jee. Dus is allemaal goed gegaan. Ik ben daarna gauw naar de winkel geweest. En eventjes het eten voor vandaag geregeld. Ja, ik heb al heel veel in huis, maar je moet echt een paar kleine dingetjes hebben. Zoals aardappels, dat soort dingen. En hamkaascroissantjes van Bimbo. Yay! Lekker! Voor de jongens heb ik ook croissantjes. Gewone croissantjes, want die hebben liever dat. Dus dat. Ik ga heel even een croissantje eten. En dan ga ik even boven aan de slag. Dus ja, en wat ik dan ga doen, laat ik jullie wel zien. Dan zijn de kinderen op school natuurlijk. En waar ben ik mee bezig? Met huishoudelijke dingen. Ik ben de bedden heb ik afgehaald. Ben ik aan het opmaken. Want morgen hebben we verjaardag en van alles te doen. Dus ik doe eventjes wat dingetjes waar ik dan morgen niet aan toe hoef te komen. En dat ik wat sneller met dingetjes klaar ben. Dus dat. Ik ga even verder de bedden opmaken. Sims en bed heb ik al geregeld. Die is al klaar. Jordi's bed, Liam's bed moet ik nog opmaken. Ik ben nu bezig met ons bed. Dus ja. Laten we verder gaan. Hè? Done. Vanavond weer lekker fris en fruitig in bed. Done. Bedje van Liam ook weer opgemaakt. Have you owned? Het is wel fijn trouwens. Morgen hebben we verjaardag van mijn oom, tante, neefje en nichtje. Dat is bij mijn ouders in de buurt. Mijn ouders wonen hier niet dichtbij. En Liam die blijft dan morgen nacht bij mijn ouders slapen. Gewoon voor de leuk. Gewoon omdat dat kan. En Jordi en Sam gaan dan gewoon mee naar huis. En Liam wordt dan zondag naar huis gebracht door opa en oma. Dus dan hebben ze ook een keer een weekendje Liam. En dat is ook wel een keer leuk voor Liam. Want normaal gaat Liam en Sam. Maar ik zei ook tegen mijn moeder, misschien is het leuk voor Liam om een keer alleen bij opa en oma. Ik zit nu in de auto bij de school van Jordi. En het gaat me toch de keer qua regen. Het is wel kermis in de hel hoor. Dat wel. Maar ik blijf nog even zitten. Ja. Ik heb ook met moeite die twee bengels wakker gekregen. Ja hè. Toen was ze wakker hè. Dus dat. En ik heb mijn eigen verbrand straks. Ja, ik had kip gehaald. En die moest in de oven. En ik was een beetje aan het kloten. En dat ding valt. En dat was gloeiend heet. Ja. Ah ja, kan gebeuren. Maar goed, wij gaan nog even wachten. Ik ga zo dadelijk even een filmpje aanzetten voor die twee ratjes van me. En dan gaan we zien hoe dat het loopt. Ik hoop dat de regen zo voorbij is. Want ik had weer iets gevonden in de winkel. Ik hou van die Nizza koekjes. Met die kokossmaak en die suiker, et cetera. Ze hebben het met chocola. Ja. En ze hebben melk en puur.
En ik heb de pure gekozen, want ik ben een puur meske. We gaan het dus proeven. Chocola overigens wel. Maar wel lekker. Een hele goede morgen. Gisteren zijn we naar een verjaardag gegaan van mijn oom, tante, neefje en nichtje. En mijn ouders waren er ook. En toen hebben we Liam achtergelaten bij mijn ouders. Toch, Niels? Ja. Daar ben je. En nu is het zondag. En wat zitten we te doen, Sam? Lekker zit je eten, te eten, te eten. Lekker happen. Jordi zit daar ook. We zijn gewoon lekker ons zondagsding aan doen. En ik ben maar één plekje deze kant opgeschoven. En dat was de video alweer. De volgende video is een weekvlog. En ik hoop dan weer een beetje gewoon te kunnen gaan beginnen met gewoon normaal vloggen. Dus op de maandag en op de vrijdag te uploaden. Wel zal ik dan weer een week voorlopen. Dus ja, bij deze bedankt voor het kijken. En tot de volgende.